Lieselotte Rambonnet van de Universiteit Leiden. Wat heb je precies in je hand? Ik heb hier een baars uit de Leidsgracht. Die is in een corona-handschoentje, zo'n wegwerphandschoentje, vast komen te zitten en overleden. En die is gevonden door vrijwilligers van de plastic spotter Canovloot, die elke week, elke zondag het water opgaat om afval te vissen. Ja. En dat gebeurt vanuit, we staan nu in het brugwachtershuisje bij de Marenbrug. Ik wist zelf, ik ben hier heel vaak langs gefietst, het was me nooit opgevallen dat dit hier is. Ja. Maar jullie, wat doen jullie hier precies? Vanuit hier coördineren we de Canovloot, die echt afval uit de grachten haalt, maar ook het echt onderzoekt. Want we willen graag die kraan dichtdraaien, dus verschillende soorten afval aanpakken. Waaronder dus ook de mondkapjes en de handschoentjes. Bij een Canosessie vinden we wel meer dan 100 van die mondkapjes. En alleen in de binnenstad, een rondje door de binnenstad. Ja. Meer dan 100 alleen in de binnenstad? Ja. En niet alleen in Leiden is dat, geloof ik, een probleem. Nee, we waren benieuwd. Dit gebeurt dan in Leiden. En we hebben ook meerkoeten die mondkapjes in hun nest gebruiken in Leiden. We waren benieuwd eigenlijk in hoeverre gebeurt dit verder met andere dieren over de hele wereld. Dus wij, Auke Florian Hiemstra, mijn andere collega en ik, die hebben in kaart gebracht wat er bekend is. Aan de hand van social media berichten, maar ook aan de hand van nieuwsberichten. Verstrikkingen van dieren in mondkapjes, maar ook honden en katten die zo'n mondkapje inslikken. Van alles zijn we tegengekomen helaas. Ja. Is dat heel schadelijk als dat ingeslikt wordt? Ja, nou is het bij een hond en kat, komen de eigenaren er gelukkig best wel snel achter en kan de dierenarts er iets aan doen. Maar heel veel dieren raken verzwakt, verhongeren, doordat ze plastic in de maag hebben of omdat ze verstrikt raken. Maar dan zit die maag vol, dus dan past er geen eten meer bij. Nee, en is dat hongergevoel ook weg, dus dat kan heel schadelijk zijn, ja. Ja, die meerkoeten, die maken er een nest van, dat is dan wel weer creatief. Of kan dat ook nog kwaad? Ja, nee, precies. Het is ook wel een soort positief iets. Hè? Je hebt hier allemaal mooie steile kaders, niet zo heel veel groen. Dan gebruiken ze dat afval. En tot nu toe gaat dat best wel goed. Maar ze kunnen er misschien wel verstrikt in raken, dat weten we nog niet. Ja.